Goedemorgen. Ik begin mijn verhaal graag met deze foto, deze wat mij betreft inspirerende foto, om twee redenen. Aan de ene kant is het een foto die de verwondering, denk ik, en de problematiek waar we in verzeild zijn geraakt als organisatie goed weergeeft. Klein kind, misschien voelen we ons zo wel een beetje, in een hele grote natuur. De weg leidt ergens naartoe en we zien niet waar die naartoe leidt. En zo voelen we ons, denk ik, een beetje in deze wat turbulente tijden. Tegelijkertijd is het ook een foto die hoop biedt. Het heeft iets te maken met verwondering, het heeft iets te maken met nieuwsgierigheid. En als je goed kijkt, zie je dat door de bomen ook het licht doorkomt, de zon doorkomt. Die nieuwsgierigheid die jullie wellicht hebben, die zal ik proberen een beetje in te vullen in de loop van mijn bijdrage aan deze conferentie. Wie ben ik? Ik ben Rick Maas, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En op dit ogenblik vooral actief als stichter, aanstichter, zeg ik het liever, van de Academy for Information and Management in Amsterdam. Als we dat plaatje wat beter willen invullen, richting datgene waar wij voor staan, dan speelt denk ik een aantal van die elementen die hier weergegeven worden. We moeten sneller werken, we moeten met meer partijen samenwerken. Die technologie is overal aanwezig en de informatie komt uit alle soorten bronnen en daar moeten we mee zien om te gaan. En tegelijkertijd, zeker voor onderwijsinstellingen, we moeten meer presteren, beter presteren en we moeten dat tegen steeds weer lagere prijs gaan doen. Met andere woorden, het schaakbord is een vrij ingewikkeld schaakbord geworden. En daar komt nog eens COVID-19 overheen die het eigenlijk alleen maar meer complex maakt. Misschien helpt het om vanuit verschillende perspectieven te kijken. De Japanse kunstenaar Fukuda die maakt dit soort kunstwerken en op het eerste gezicht, als je de zaal binnenkomt, dan denk je wat voor een verhakkeld ding is het. Maar als je een spiegel daarachter plaatst, dan zie je opeens dat het inderdaad toch wel een vleugel is, als je maar vanuit de andere kant kijkt. Nou, om even duidelijk te maken wat dit allemaal zou kunnen betekenen, heb ik een kleine quiz voor jullie. Ik laat even heel kort twee lijntjes zien, misschien kennen jullie het en dan is het misschien geen verrassing. En de vraag is eigenlijk welke van die twee lijntjes de langste is. Ik laat het even heel kort zien. En nu weet ik niet wat jullie allemaal antwoorden, maar tegelijkertijd denk ik dat ik een vermoeden heb dat jullie zeggen dat het beide lijntjes even lang waren. En dat is pertinent niet het geval. Met andere woorden, zegt Pieter Drucker, een managementgoeroe die vrij oud geworden is, zoals jullie kunnen zien. Het grootste gevaar in tijden van turbulentie is niet zozeer de turbulentie zelf, maar is eigenlijk dat we met de logica van gisteren de problemen van vandaag aanpakken. Zelf heb ik ervan gemaakt, in termen van de digitale transformatie waar we met z'n allen mee te maken krijgen, geen digitale transformatie zonder mentale transformatie. We moeten zelf veranderen als we die transformatie die nieuwe hulpmiddelen bieden, echt willen waarmaken. En op de vrachtwagen die jullie zien staan eigenlijk de twee belangrijkste elementen, denk ik. Aan de ene kant, het is geen eenmalige activiteit. Het is een activiteit die tijd kost. Het is een activiteit die inspanningen van ieder in de organisatie vergt. En achteraan op de vrachtwagen staat, het belangrijkste is eigenlijk toch wel de menselijke factor, de chauffeur in dit geval. En dat is ook vrij duidelijk, denk ik. We digitaliseren wel, maar transformeren we ook. Even tussendoor, met of zonder digitale transformatie van de Chinezen winnen we het nooit. En wel om de eenvoudige reden, een foto die ik ooit in Shanghai maakte, om de eenvoudige reden dat de winkels daar open zijn van 10 uur 's ochtends tot 26 uur 's avonds. Om dat alles een beetje beter te begrijpen, heb ik het volgende modelletje bedacht. Ik denk dat we komen uit de situatie van wat ik maar even meer noem. De situatie waarin organisaties groter werden, systemen complexer werden en elkaar gekoppeld werden en allemaal dat soort dingen. Ik denk dat bijna iedereen bezig is in de fase van beter. Een stukje stroomleiding, meer naar buiten kijkend en allemaal dat soort dingen. Terwijl er ook nog de wereld van anders is, die er denk ik heel anders uitziet. En de vraag is een beetje, als we dan toch in dat beter aan het werken zijn, doen we dat dan vooral achteruitkijkend, kijkend naar wat is, of doen we dat meer vooruitkijkend wat zou kunnen zijn? Met andere woorden, zijn we aan het digitaliseren of zijn we echt aan het transformeren? En je kunt daar moeilijke woorden op plakken,
Maar eigenlijk komt het toch een beetje op neer van, staat de organisatie centraal of staat de klant of de burger of de student centraal? Of moeten we het eigenlijk veel ruimer bekijken? Moeten we meer vanuit een mensbeeld gaan kijken? Ik denk dat dat laatste het geval is, met name. Met andere woorden, wellicht moeten we meer vanuit waarden gaan redeneren en wellicht moeten we ook meer gaan kijken hoe we alles samen kunnen doen. Over de grenzen van organisaties heen. Een school of een instituut is niet langer de enige instelling die zorgt dat we beter onderwijs verzorgen of dat mensen beter opgeleid worden. Even over dat klantenbegrip, toch even memoreren dat dat een vreemd begrip is. We zijn ons wel heel erg op de klant aan het concentreren, maar als je kijkt wat het klantenbegrip inhoudt, dan betekent dat eigenlijk de horige, de lijfeigene, de vazal, de onvrije in de klassieke oudheid. Met andere woorden, misschien moeten we toch wel op een andere manier naar dat klantenbegrip kijken. En we proberen dat wel, maar nogal wat organisaties doen dat op een vreemde manier. En ik daag jullie uit om eens het volgende voorbeeld te volgen. Ik was als adviseur betrokken bij een gemeente en had op hun website eigenlijk het volgende ingebracht. Ik had gekeken hoe die website eruit zag. En ik had de casus ingebracht van mijn geliefde is overleden. En hoe kan ik dat aangeven bij de gemeente? En toen kreeg ik deze plaat voor mijn neus. Je moet alle soorten documenten meebrengen en weet ik wat allemaal. En het kost zoveel. Geen blijk van empathie. Wat meer was, het ging eigenlijk nog veel verder. Het ging meer de richting uit van het volgende. Men raadt je aan om, als je dan toch, je moet het aangeven op de website. En als je dat doet, op die rode knop drukt, dan gebeurt iets heel merkwaardigs. Dan krijg je eigenlijk te zien van, je komt om het overlijden van een geliefde aan te geven. En er popt een pop-up menu, hoeveel? En als je wat dieper kijkt, dan zegt men, als je dan toch bij de gemeente bent, dan is er eigenlijk nog een mogelijkheid om wat andere dingen te doen. En het eerste wat verschijnt is dat je van geslacht kunt veranderen. En het tweede wat verschijnt is dat je een nieuw huwelijk kunt aanvragen. Nou, dat soort rariteiten vind je terug op zo'n website. Ik daag jullie uit om naar jullie eigen websites en naar jullie eigen uitingen in de buitenwereld te kijken. Ik denk dat veel van jullie ook dat soort fenomenen zullen kunnen detecteren. Nog even om dat klantenbegrip af te ronden. Dat is ook zo'n vreemd iets. Als je aan een balie staat te wachten, dan staat daar bijna altijd gelieve te wachten achter de lijn. Maar achter de lijn is eigenlijk vanuit het standpunt van degene die achter de balie zit. Achter de lijn voor mij is eigenlijk over de lijn heen stappen en aan de achterkant van de lijn gaan staan. Met andere woorden, zegt Ching Willink, de burger is geen klant, de student is geen klant, de leerling is geen klant. De leerling, de student, is een mens en die moeten we in zijn totaliteit bekijken. Om tot een conclusie te komen met betrekking tot de flexibiliteit die van ons vereist wordt, heb ik een aantal kernovergangen waarvan ik denk dat ze echt centraal staan bij het invullen van digitale transformatie voor je organisatie. Wat ik al genoemd heb, van klantdenken naar mensdenken, in een veel ruimere context naar onze studenten kijken. Van eigen organisatie naar ecosysteem. We zijn niet de enige die aan opvoeding en opleiding doen, maar het is een zaak wat zich veel meer in een ruimere context afspeelt. Van controleachtig denken naar veel meer leerachtige denken en van planningachtig naar veel meer voorbereid zijn op een nieuwe dat op ons afkomt. Van uitgewerkte plannen, dikke pakken papier, naar veel meer eenvoudige richtinggevende basisprincipes die ook in de organisatie moeten doorwerken. Van uniform en rigide naar veel diverser en flexibeler. Heel de wereld schreeuwt naar flexibiliteit, schreeuwt naar diversiteit. En ondertussen zijn we maar aan het standaardiseren. Van denken in termen van technologie naar denken in termen van informatie. Van denken in termen van eigenlijk een arm informatiebegrip. Al onze databases zitten vol met lettertjes en cijfers, terwijl de buitenwereld bezig is met beelden, bewegende beelden, met podcasts en ga zo maar door. Van technologie implementeren, trajecten die een jaar duren of anderhalf jaar duren, naar wat ik maar even noem technologie adapteren, veel kortere trajecten. En als het ons niet meer aanstaat, dan gooien we de technologie weg en vervangen we die door een andere. Dat allemaal, denk ik, zijn kernovergangen
om digitale transformatie te laten slagen in je organisatie, maar er zijn ook tegenwerkingen. Er zijn ook elementen die zorgen dat digitale transformatie toch een veel moeilijker traject is dan we oorspronkelijk dachten. Uit wat ik in de praktijk zie gebeuren, haal ik een aantal van die elementen. Een gebrek aan vooruitkijkend leiderschap. Wat ik in het begin al noemde, terugkijken en veel te veel terugkijken naar meer. En te weinig terugkijken naar hoe het eigenlijk helemaal anders zou kunnen. Blijven vasthangen aan het bestaande. Het heeft te maken met strikte reglementering vanuit de buitenwereld waar we vaak weinig kunnen aan doen. Het heeft te maken met een interne rigide inrichting, met alle soorten praktijken, met alle soorten rituelen die in de organisatie leven, die we echt een keer serieus moeten overwegen of we die nog wel nodig hebben. Het heeft te maken met niet openstaan voor samenwerking intern en extern. Het slechten van de silo's in de eigen organisatie en het slechten van het wij-zij-denken in termen van partners waarmee we samenwerken. Het heeft te maken met trage, ingewikkelde besluitvorming die ik in nog te veel organisaties zie plaatsvinden. Het heeft te maken met gevestigde belangen. Kennis is nog steeds macht. Kennis delen is nog steeds een heel moeilijk iets voor veel mensen. Het heeft te maken met de organisatie die er eigenlijk toch wel een beetje klaar voor moet zijn in termen van procesinrichting, in termen van dat onze informatievoorzieningen in orde moeten zijn en allemaal dat soort zaken. Het heeft te maken met het loopt zo'n vaart nog niet, het gaat mijn tijd nog wel mee. Vaak zie je dat aan de top van een organisatie toch wel plaatsvinden. Maar het heeft vooral veel te maken, denk ik, met dat we allerhande projecten opstarten. Projecten die over elkaar heen tuimelen zonder dat ze echt verankerd geraken in de organisatie. En zonder dat ze zo opgeschaald worden dat ze ruim toepasbaar zijn in die organisatie. Tot slot, voor het eerste deel, even nog, bring your own device. Ik weet niet of het nog relevant is in sommige van jullie organisaties, maar ik heb een mooi voorbeeld van bring your own device, wat ik jullie graag aanbied. In dit tweede deel wil ik jullie enige ervaringslessen meegeven die ik geleerd heb in mijn contacten met diverse organisaties. Een beetje puntsgewijs noem ik een aantal lessen die misschien nuttig kunnen zijn voor de manier waarop jullie eigen organisatie vormgeven. Eén ervan is het verhaal van de basis op orde. Ik kom eigenlijk nooit een organisatie tegen waar de basis op orde is. En toch blijven we daar hardnekkig naar streven. Op zichzelf is het niet zo erg dat we de basis op orde proberen te krijgen, als het niet betekent dat we daar 100% van onze aandacht aan besteden. Dat we eigenlijk 100% in wat ik in het eerste deel genoemd heb, terugkijken en niet vooruitkijken. Met andere woorden, de basis is nooit op orde. Werk eraan, maar doe er daarnaast ook nog wat activiteiten bij die veel meer in de richting liggen van vernieuwing, in de richting van innovatie en dat soort dingen. Een tweede les die ik geleerd heb, heeft te maken met innoveren. Innovatie bekijken we heel vaak in termen van het hoe, in termen van welke technologie gaan we toepassen, in termen van wat zouden wij eens met blockchain kunnen doen, en zo worden projecten opgestart. Waar ik voor wil pleiten is eigenlijk om het op een andere manier te bekijken, in termen van wat ik maar even de waarden noem, in termen van waartoe doen we dit, waarom doen we dit allemaal, en eerder die stabiele waarden als uitgangspunt nemen, eigenlijk meer de outcome als uitgangspunt nemen in plaats van de output en op die manier projecten gaan initiëren. Een wat ingewikkelder plaatje misschien is dit plaatje, waarbij ik denk, en wat ik in het eerste deel genoemd heb, we gaan over van ingewikkelde documenten naar leidende principes. Ik denk dat het goed is om in die termen te gaan kijken en in die termen de leidende principes te ontwikkelen, samen met de organisatie te delen, en vooral er consequent uitwerking aan geven. Het voorbeeld wat ik hier even geef is het voorbeeld van VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, het UWV van Vlaanderen, die gezegd hebben van we zullen eigenlijk datgene waar we naar streven samenvatten in een aantal heel beperkte statements. En dat is op zichzelf belangrijk, maar nog veel belangrijker is dat we die statements laten doorwerken in de organisatie. Bijvoorbeeld, om één punt eruit te lichten, het vierde punt, van moeten samenwerken. Van je moet naar het UWV komen om, als je geen werk hebt om op een of andere manier te kijken wat we met jou kunnen. Naar veel meer een verlangen partner te zijn. Graag naar het UWV komen, graag naar de VDAB komen. Dat heeft geresulteerd dat men bijvoorbeeld veel van de gebouwen heeft afgestoten.
En dat men naar de huizen van de mensen komt die met hen te maken krijgen. Of dat men afspreekt in een kroeg in de buurt van waar iemand leeft en dat soort dingen meer. Leidende principes samen ontwikkelen, delen in de organisatie, consequent uitwerken. In diezelfde lijn is het eigenlijk ook vanuit de business, en dat wil ik toch wel beklemtonen, vanuit de business verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de informatievoorziening in de organisatie. Meer, beter, anders kun je ook vertalen naar continueren, verbeteren en vernieuwen. En wat ik zie gebeuren is dat heel veel organisaties eigenlijk in termen van echte innovatie, in termen van echte vernieuwing, heel weinig middelen daarvoor beschikbaar houden. Soms in de orde van grootte van 5%, en dat is op zichzelf nog niet zo erg, als het niet zo zou zijn dat als er wat besnoeid moet worden, gesnoeid moet worden, dat men dan eigenlijk van bovenaf aan dat laten afnemen. Nog zoiets is van, hoe kijken we eigenlijk tegen die informatievoorziening aan? Heel traditioneel deden we dat zoals in dat bovenste plaatje hier. Informatie is iets wat door de technuiten beheerd en bestuurd wordt. Langzamerhand zijn nogal wat organisaties meer de richting uitgegaan dat informatie een aparte factor is. We zijn gaan inzien dat informatie eigenlijk een allesbepalende factor van datgene wat we doen, de business is. En dat is ook de fase waarin we gaan nadenken zijn over outsourcing van ICT en allemaal dat soort dingen. Waar ik voor wil pleiten is in feite dat we deze drie elementen helemaal samenbrengen in de organisatie. Zowel op de werkvloer, zet de mensen bij elkaar, breek het wij-zij-denken in de organisatie af, maar doe dat ook in bestuurlijke zin. Ga ook bestuurlijk samen ervoor staan om de vernieuwing tot stand te brengen. De kunst van het landen heb ik het maar even genoemd. Of wat meer provocerend, de automatiseringsprojecten bestaan eigenlijk niet. En dat heeft te maken met het volgende. Heel vaak zie je in organisaties dat we een nieuw project opstarten in de automatiseringssfeer. En dat doen we dan in een technische zin. Dan zijn we een jaar of anderhalf jaar bezig met de technische implementatie. En dan zien we op het einde van de rit dat er ook nog wat we dan eindgebruikers noemen. Maar eindgebruikers zijn, is een term die ik zelf heel weinig graag gebruik. Dat zijn eigenlijk gebruikers in een terminaal stadium. Maar dat er gebruikers zijn die ook nog met het systeem moeten gaan werken. En wat we vergeten is dat er een landingsbaan is, dat die gebruikers het systeem moeten adapteren, daarmee moeten gaan werken, graag mee moeten gaan werken en allemaal dat soort elementen. Met andere woorden, als we opstijgen met een project, dan moeten we maar eens eerst gaan kijken, vind ik, naar de landingsbaan. Misschien staan er wel olievaten op de landingsbaan om te zorgen dat het helemaal niet kan. Allemaal dat soort dingen. Kijk eerst naar waar het terecht moet komen, het project, waar het moet landen in de organisatie en ga dan vervolgens het project echt serieus opstarten. Een ander ervaringsfeit heb ik afgeleid vanuit een model wat ik heel graag gebruik van Bolen en Deal, die in feite zeggen van, als je als professional in de organisatie wil gaan staan, en dat geldt zeker ook voor een informatieprofessional, voor een ICT-professional, dan kun je misschien inhoudelijk, de linkerkolom, inhoudelijk wel goed zijn. Dan kun je structureel goed zijn en allemaal architecturen kunnen gaan maken en allemaal dat soort dingen. Maar dat is maar één element van je beroep. Je moet ook in andere opzichten goed zijn. Je moet sociaal goed zijn, je moet maatjes zien te vinden in de organisatie. Je moet het politieke spel kunnen meespelen. En je moet, wat zij noemen, symbolisch aanwezig zijn. Dat noem ik maar even, inspirerend in de organisatie kunnen staan. Zelf heb ik er nog een kolom aan toegevoegd. Namelijk ook het ethisch kompas, wat denk ik meer en meer belangrijk is als je kijkt hoe organisaties zich in de wereld begeven. Ik denk dat elke professional een aantal van die elementen, liefst zoveel mogelijk, eigenlijk liefst alle elementen van dit model in zich moet hebben. Maar het is ook een leidraad om een projectgroep samen te stellen. Ik denk dat het goed is als je een project opstart en je maakt een projectgroep, om te kijken of deze vijf elementen in de projectgroep vertegenwoordigd zijn. Tot slot, voorbereid zijn op het onverwachte. Deze meneer met zijn slobberkousen, een beetje verwijfd type, kennen jullie wellicht niet. Maar het is iemand met een heel mooie naam, Willem de Vlaming. En Willem de Vlaming kwam niet uit Vlaanderen, maar kwam uit Vlieland. Waar hij ook nog een standbeeld heeft. Als je uit de boot stapt, dan zie je meteen het standbeeld van Willem de Vlaming. Toen Willem de opdracht kreeg om een expeditie die het jaar ervoor vertrokken was,
en waar men niks meer over hoorde, te gaan opzoeken om te kijken of het nog allemaal goed ging, of dat er iets onverwachts gebeurd was of zoiets, dan vond hij daar niet de expeditie terug, maar dan vond hij daar iets heel vreemds terug. Daar vond hij namelijk zwarte zwanen terug. En in die tijd was een zwarte zwaan iets wat absoluut niet bestond. Dat was ook een uitdrukking. Iets wat niet kon, noemde men een zwarte zwaan. En die uitdrukking is door een aantal mensen, onder andere Taleb, gebruikt om iets weer te geven wat aan een aantal karakteristieken voldoet. Namelijk, aan de ene kant, het is iets onverwacht, zoals September 11 of zoals COVID wellicht. Tegelijkertijd, als we hadden geweten dat het zou gebeuren, hadden we ons beter kunnen op voorbereiden. Alleen, dat hebben we niet gedaan. Ik pleit ervoor om niet zozeer planmatig meer aan een organisatie te werken, die organisatie planmatig te ontwikkelen, maar veel meer in termen van voorbereid zijn op dit soort onverwachte elementen. Tot slot wil ik nog even de wijsheid van het kind meegeven. Ik woon zelf in Amsterdam en op een bepaald ogenblik liep ik door de straat, kwamen kinderen op me af van de school die dichtbij is en die vroegen mij: meneer, mogen we iets vragen over de kindvriendelijkheid van de buurt? Waarom vragen jullie dan in godsnaam aan mij? En toen kwam het onthutsende antwoord: we moeten het van de juf ook aan heel oude mensen vragen. Helemaal tot slot, deze oudere collega schrijft toevallig mijn naam op het bord. Ik ben op verschillende manieren te bereiken, maak er vooral gebruik van.